kijkt naar aflevering 5 van Time Out, een programma met informatie en muziek. Links van mij, voor u rechts, zit Gerard Baten. Goedenavond. Mijn naam is Peter van Langerak. Maar gelijk beginnen, Gerard. Ja, we gaan gelijk beginnen, Peter, want er staat heel veel op de agenda. Ja, leuke dingen, hè? Ja. Ja. Ja, wat mij opviel in het nieuws was een berichtje uit Amerika. Onder het mom, wie werkt maakt fouten. Alleen in de medische wereld is dat natuurlijk wel een dingetje. Hè? Dat is niet leuk. Maar dat doet iemand niet expres, gaan we vanuit. Toch is het daar gebeurd dat een hele trouwe verpleegkundige een verkeerd medicijn gaf. Ja, patiënt kwam te overlijden. Ja. Ze heeft eerlijk gezegd, ik heb fout gemaakt. We denken wat het gevolg is, kan alleen in Amerika, 12 jaar de gevangenis in. Oh. Ja, en het gevolg daarvan uiteraard is weer dan heel veel mensen in die verpleging denken, ja, ik ga hem trekken. Zeker, ja. Ja. Zeg niet dat het in Nederland niet gebeurt, ja. Want vorige week heeft er een rechtszaak gediend tegen ambulancepersoneel in de omgeving van Ede. Mm-hmm. Die waren bij iemand geroepen, die stond bij een benzinepomp. En die was onwel, dus ja, dan krijg je ECG, alle toeters en bellen erop. Ja. Het is allemaal goed, meneer. Maak je niet ongerust. Klaar. Dus, ze vervolgen hun weg. Op een gegeven moment worden ze weer gebeld. Iemand van het tankstation. Die meneer zit nog steeds wel heel erg stil in zijn auto. Wat denk je? Hij was overleden, hè? Op de ECG. ECG is een moeilijk ding, hè? Ja. Om dat allemaal te weten, al die dingetjes. Ja. Toch één ding over het hoofd gezien. Ja. Ja, het zou je maar gebeuren, maar toch, wie werkt maakt fouten. Ja, klopt. Dus het is helaas niet anders. Ja, erg, ja. Ja, dat was het eerste, want ik zie bij jou ook iets, heb ik iets van in de krant gezien, geloof ik. Dat was toch een moeilijk begin, die medicatie. Ja, precies. Ja, het volgende onderwerp is het Steenbergse prentenboekje. En dat is dit boekje, Vlieg mee met IJsvogel. En dat is een heel leuk boekje geworden. Dat is ontstaan uit de expeditie Nassau. Okay. Die expeditie die was in 2017. En daar deden ondernemers aan mee, daar deden winkeliers aan mee, daar deden de Heemkundekring deed eraan mee, ook gewoon bewoners van Steenberg, privé deed daar mee. Daar is weer een werkgroep uit ontstaan en die hebben dit boekje ontwikkeld. Het boekje is geschreven, de tekst door Dasha Abrech. Ja. De prenten zijn van Wouter Goudswaard. En het boekje gaat naar alle delen van de gemeente Steenbergen toe. Staat ook op de richtingaanwijzer. Ja. Alle windstreken. Alle windstreken gaan we uit. Het is heel goed geslaagd. Elk kern is op een hele typerende manier in beeld gebracht. Ja, geweldig. Je reist dus heel Steenbergen door. Marijntje Gijzen zie ik. En het boekje is bedoeld voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Er wordt een vervolg aangegeven. Er komt nog een boekje voor kinderen van 3 tot 6 jaar. En uiteindelijk komt er een derde boekje. En dat is voor de bovenbouw, dat is voor iets oudere kinderen. En dat staat gepland voor 2023. Dus het is een heel leuk eerste boekje geworden. Ja. En ik ben heel erg benieuwd naar de volgende twee boekjes. Ja, precies. Nou, dit is in ieder geval veelbelovend. Ja, dit ziet er heel goed uit. Ja. Gerard, muziek. De eerste clip is jou, hè? Ja, de eerste clip. En ja, dat is eigenlijk een heel aparte clip. We zaten er daar straks een beetje over te praten. En ik zei, ja, toen die clip verscheen, en dat was in 1967, toen, ja, ik vond er eigenlijk niet zo heel veel aan, hoor, maar het was toch wel een apart melodietje. Ja. Het was Snoopy versus the Red Baron. Ja. En het werd uitgevoerd door de Royal Guardsmen. En de Royal Guardsmen, je zou denken dat is een Engelse band. Guardsmen, dat denk ik gelijk aan. Ja. Aan Engeland. Maar het is een Amerikaanse band die dachten van, hey,
hier in Amerika komen de Rolling Stones en de Beatles allemaal binnen met de platen. Ja. Laten wij een beetje een Engelse naam nemen. Dan denken ze misschien dat wij ook een Engelse band zijn. Nou, het werd een hit. Veel meer hits hebben ze niet gehad, deze groep. Ze hebben in 1967 nog een kerstalbum uitgegeven. Dat was Snoopy, ook iets met Christmas, weet ik veel. Met de ja, Christmas Man. In Amerika geeft iedere artiest met Kerstmas een cd of wat dan ook. Dat klopt. Dus zij ook. Nou, Snoopy versus the Red Balloon, het is een leuk nummer. Ja, de geschiedenis gaat eigenlijk naar de Eerste Wereldoorlog, begrijp ik. Ja. Want er was een Duitse baron, die heeft de meeste geallieerden uit de lucht geschoten. Ja, stellen, daar ging het eigenlijk over, ja. Ja. En, maar het filmpje is ook erg amusant. Ja, klopt. Laten we maar gaan kijken dan. Ja, doei. After the turn of a century, in the clear blue skies over Germany, came a roar. Thundermen had never heard like the screaming sound of a big war bird. Up in the sky, a man in a plane, Baron von Richthofen was his name. 80 men tried and 80 men died. Now they're buried together on the countryside. 10, 20, 30, 40, 50 or more, the bloody red baron was rolling up the score. Snoopy had sworn that he'd get that man, so he asked the great pumpkin for a new battle plan. He challenged the German to a real dog fight. While the Baron was laughing, he got him in his sight. Leuk filmpje, zwart-wit nog, hè? Ja, uit die tijd nog wel. Dat zijn echt wel dingen die je bijblijven. Ja. Ja, klopt. Ik heb hier een boek waar ik ontzettend veel plezier aan heb beleefd. Het is voor vrouwen, maar mannen moeten het ook zeker lezen. Ah. Ik weet niet of je iets zegt, Maaike Meijer, Tore C. Het zegt mij niet. Ja, Tore C. En zij maakt ook reclames voor een supermarkt. Ja. Klopt. Maar dit heeft ze geschreven in de periode dat allemaal niet actueel was. Ja. En dan krijg je corona en alles. En het leven was een beetje zo van, ik zit in de overgang en ik ben niks meer waard. Ja. En straks gaat mijn kind het huis uit. Ja, ja. En seksualiteit is ook zoiets als een verplichte halfjaarlijks controle bij de tandarts. Zo beleefde zij dat. Ja, ja. Ze heeft dat op een kostelijke manier verwoord met eigen tekeningen. Ik kan iedereen het boekje aanraden. Het is fantastisch. Ja. Lachen, brullen, gieren. Echt de titel nog een keertje. Wen er maar aan. Maaike Meijer. Dan krijgen we de omgevingstips alweer, Gerard. Ja, de omgevingstip. En ja, dat is een hele leuke tip. En die is leuk voor een heleboel mensen volgens mij.
Want het gaat over de poldertocht Grootsteenbergen. Ik kreeg een mailtje van Ad Vermeulen, ja. Die gaat daar natuurlijk over. Met Ad hebben we ooit jaren geleden eens een keer de historische stadswandeling gedaan. En toen was hij al van plan om iets dergelijks op de fiets te gaan organiseren. Nou, dat is er nou dus van gekomen, met 750 jaar Steenbergen natuurlijk in zijn achterhoofd. En het wordt een fietstocht. Die gaat langs Steenbergen, Fort Henricus, langs de Heen met de Schutsluis, Benedensas, Nieuw-Vosmeer, de Dinteloorse Gorze, dorpje Dinteloord, het sluizencomplex Bovensas, het mooie marktje en de pomp in Kruisland en het oorlogsmonument ter nagedachtenis van de gesneuvelde Canadezen in Welberg. Nou, dat is zo'n beetje de inhoud van de fietstocht. Nou natuurlijk, wat heel belangrijk is, hoe kun je meedoen? Nou, bij de supermarkten Spar in Nieuw-Vosmeer, Albert Heijn in Dinteloord, Jumbo en Albert Heijn Achterberg in Steenbergen, daar kun je vanaf 20 mei tot 5 juni een tegoedbon afhalen. Ja. Daarmee kun je op 11 juni tussen 10 en 12 een lunchpakket op gaan halen. Kijk. En dan ontvang je ook een tasje met het routeboekje, de stempelkaart voor de horeca en een presentje. Nou kan dat tot 5 juni. Dus het is wel even rennen naar de supermarkt. Ja, om nog mee te doen. Maar ja, wij zonden natuurlijk niet eerder uit. Dus we konden er niet eerder aandacht aan besteden. Maar dit is echt een aanrader. Een hele leuke fietstocht. Ja. En als je er dan nog geen genoeg van krijgt, kun je het ook nog wandelen doen. Ja. Misschien vind je fietsen helemaal niet leuk, maar wandelen wel. De 9 juli, dan kun je naar Oud-Postmeer. Die hebben een 7 dorpen tocht. Ja. Kun je kiezen. 5 kilometer, 10, 15, 20, 30, 40, tot zelfs 50. Dan kom je het hele eiland tegen, Poortvliet, Stavenissen, Scherpenissen, noem ze maar op. Ja. Minimum leeftijd 16 jaar. Er zijn verzorgingsposten. Of ze daar nou dat mee bedoelen, dat weet ik niet. Nee. Maar misschien wel blaren prikken, maar er hoort ook een snaps bij, denk ik. Hè? Ja, ik denk het wel. Mocht u na die mooie tocht van die Ad Vermeulen georganiseerd heeft, nog zin hebben om een rondje te fietsen. Nou. Informatie, info@wandelsportclubvosmeer.nl. Nou, we kunnen het tegenaan. Fietsen, wandelen, het houdt niet op. Het houdt niet op, hè. Dan zijn we bij de clip van mij. Ja. Ik heb een clip meegebracht en als je zegt Jimi Hendrix, dan denk je onder andere aan dit nummer, All Along the Watchtower. Ja. Maar het is eigenlijk een nummer van Bob Dylan, oorspronkelijk. En ja, Hendrix heeft daar een eigen draai aan gegeven. Ja. Het was eigenlijk bedoeld als protestsong voor de oorlog in Vietnam, zeg maar. Maar ook tegen de platenbazen. Ja. En daar krijg je zinnetjes, zoals hij dan kon zeggen, Dylan. They drink my wine, met andere woorden, mijn geld. Ja, ja, ja. En Hendrix kon er ook wel van. Ja. Die zei van, hey, Mr. Businessman, you can dress like me. Ja. En dat vond ik ook een hele scherpe. Ja. Deze clip, die gaat over heel de wereld. We komen in Peru, Italië, we komen bekende artiesten tegen. En dat nummertje is mooi in elkaar gemixt tot een heel leuk nummer. Oud nummer van Bob Dylan, All Along the Watchtower. There must be some kind of way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman, drink my wine, plowman, dig my earth. No one will level on the line, no, nobody of it is worth.
spoke. There were many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we have been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. Oh. It's getting late. Dan komen we bij de oude doos. En ja, in de oude doos gaan we naar het Oudland. Het Oudland in Steenbergen. Ja. Het Oudland is het oudste deel van Steenbergen. Ja, de naam zegt het natuurlijk al. Ja. Vorig jaar zijn er in het Oudland opgravingen verricht. Ja. Ze gingen daar de hoeve, de lantaarn, gingen ze slopen eigenlijk. Ja. En ja, daar gingen ze natuurlijk ook in de grond werken. Nou, had die lantaarn had een heel typische vorm. Daar stond natuurlijk een boerderij, een redelijk oud boerderijtje. Daar woonden de gezusters Loos op, twee oude dames. Ja? Je moest er niet op het erf komen, want dan kwamen ze met een jachtgeweer tevoorschijn. Oh. Maar ze hadden ook een boomgaard liggen. En die boomgaard, dat was eigenlijk een eilandje. Ja. Daar stond, was een soort grachtje omheen. In dat grachtje, die boomgaard, daar was eigenlijk heel vroeger was daar de bewoning. Daar heeft de oude boerderij van de lantaarn heeft ook liggen. Maar die is ooit gesloopt en daarbuiten, buiten dat eilandje, is natuurlijk een nieuwe boerderij op een zeker ogenblik gebouwd. Nou, dat werd daar allemaal gesloopt. Ook op dat eilandje gingen ze bomen rooien en zaken verwijderen. En daar stoten ze dus op de fundamenten van de oudste bewoning. En toen kwamen natuurlijk de archeologen tevoorschijn, de Steenbergse archeologen. En Marco Vermunt, die heeft daar ook zijn bijdrage aan aangeleverd. En die zijn daar dus in de grond gaan kijken. Die hebben allerlei oude muren hebben ze gevonden. En waarschijnlijk, zegt Chris Duivenstein van de Stichting Stadsarcheologie Steenbergen, waarschijnlijk stamde die oude hoeve uit 1669.
Kijk. Maar het kasteel op dat eilandje was dus nog ouder. Nog ouder. Waarschijnlijk uit de 15e eeuw. Nou, als je bij de archeologen komt aan Doornendijkje, dan kun je daar van alles van zien. Want ja, je hebt daar allerlei dingen waar je naar kunt kijken. En ook van de lantaarn zijn daar een hoop dingen te bekijken. Maar wat is nou het geval? En nou ga ik eigenlijk een beetje reclame maken. Dat mag. Dat mag, hè. De Heemkundekring die houdt een lezingencyclus. Ah. En in het kader van die lezingencyclus komt woensdag 8 juni, komt Marco Vermunt naar de Lourdeskapel om 19:30, ik moet het goed zeggen, om 19:30, om daar een lezing te houden, onder andere over die opgravingen bij de lantaarn. Dus dat wordt een verschrikkelijk interessante lezing. Precies. Marco Vermunt, u weet daar echt alles van. Er is heel veel gelegenheid om vragen te stellen. Dus mensen die daar vragen over hebben of in geïnteresseerd zijn, ik zou zeggen, kom naar die lezing woensdag 8 juni. Om 19:30 begint die in de Lourdeskapel. Het is er eentje uit een lezingencyclus van 5. De eerste lezing hebben we al gehad. Ja. Die was van Frans van Ekelen. En de derde lezing is pas na de vakantie 14 september. Dus daar komen we wel een keer op terug. Het is natuurlijk een prachtig gebied waar je zo in de aandacht kunt zetten. Ja. Er zijn heel veel landgoederen geweest, hè? Ja. In die tijd. Ja, Patmos is natuurlijk het bekendste. Ekelenberg. Maar je hebt er daar veel meer gehad. Ja. Ekelenberg, de Lantaarn, Dassenberg. Stenenhuis, Dassenberg heb je heel veel, hè? Ja, heel veel. Er was echt meer dat mensen daar woonden, in de zomer eigenlijk, vaak. En dan in de stad in de winter of zo? Nou, het was wel permanente bewoning, hoor, waar het over ging. Maar we zeiden het al, ja, het Oudland is het oudste deel van Steenbergen. En eigenlijk was het al voordat Steenbergen als stad ontstond. Ja. Dus daar waren verspreid allerlei hoeven, hele grote hoeven, een soort hofsteden. Die toch best indrukwekkend zijn, ja. Maar ik had altijd begrepen dat er heel veel Belgische mensen daar ook later woonden. Later wel, ja. En heel veel artiesten of kunstenaars, muzikanten kwamen, dichters. Ja. Dat trok elkaar wel aan. Ja, Han Leunen heeft daar ook een boek over geschreven. En die zegt dat Patmos is Erasmus zelfs geweest. Ja. Dus, dat zijn hartstikke mooie dingen. Ja. En dat voor ons Steenbergen. Ja, hè? Zeker. Dus, Gerard... je bent aan de beurt voor de Brabantse spreekwoorden. De spreekwoorden. Ja, ik heb er weer eentje. Het is een beetje onsmakelijke, maar ik vind het wel een hele leuke. Een koe scheidt in 1 keer meer als 7 mussen in een jaar. En dat is waar. Ja. Dat is een mooie. Ja, hè? Ja, ik heb een taalknoop. Ik heb van Hakim wat boekjes gehad. En daar staat op de achterkant heel fraai een aantal dingen. Het is maar net hoe je ze wegzet. Als je het een beetje anders wegzet, komt er een heel andere zin naar voren. Ja. Het is gewoon maar 1 zin en is die al voorbij. Ja. Maar ik ga hem toch even zeggen. Seksen op de werkvloer staat vandaag centraal tijdens de Logion Nieuwjaarsborrel. Daar kun je 2 kanten mee op. Ja. Vult u zelf maar in wat u ermee wil. We komen naar het einde toe. Ja. En we hebben een clip. En die is opgenomen op Sint Maarten. Een KLM-vliegtuig vertrekt daar. Dan moet je nooit in die stream gaan staan, tenzij je dat leuk vindt. Maar je wappert zo, als die gas geeft, zo de zee in. Ja. Dat kun je dan op het filmpje ook zien. Ik kan ter geruststelling zeggen dat er geen gewonden zijn gevallen. Uiteindelijk kon iedereen er wel om lachen. Graag tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Daar zijn we er weer.